Geels Automotive staat voor demontage van voertuigen. En dan vooral lichte voertuigen, de personenauto's in Nederland, lichte bestelwagens. Nou, die worden hier verwerkt. Oude auto's die we binnenkrijgen, die vinden vrijwel direct een weg naar de recyclestromen. Want daar zitten weinig herbruikbare onderdelen aan. Nou, ander belangrijk ding wat wij doen is jonge schadeauto's die in feite tot los zijn, die kopen wij op. Vooral van verzekeringsmaatschappijen en hier en daar ook bij garagebedrijven. Die hebben nog niet veel meegemaakt, zogezegd, nog weinig kilometers, maar helaas werd de auto tot los gereden. Nou, die auto's die strippen wij hier en die onderdelen die gaan het magazijn in. En daar hopen we dat ze snel weer een weg vinden naar een auto die dat onderdeel stuk heeft. En zodat het vervangen kan worden met het origineel gebruikte onderdeel van hopelijk ons natuurlijk. Wat wij wereldwijd zien, en dat weten we allemaal, hè, dat is dat de aardbodem toch leeg raakt. Dus we zullen met steeds meer inwoners op deze wereld moeten gaan recyclen. We moeten dingen gaan hergebruiken, zodat we niet elke keer weer uit die bodem blijven schrapen die heel leeg raakt. 8 miljoen auto's, iedere auto wordt op dit moment voor 95% gerecycled of hergebruikt. Dus alles wat er op en aan zit. Daar doen wij dus aan mee. Daar zijn wij deelgenoot van om dat met elkaar te bewerkstelligen als professionele branche in Nederland. En dat betekent dus dat van iedere auto die je ziet, 95% in ieder geval een soort van nieuw leven vindt. Dan hou je nog een kleine afvalstroom over. En ook daaraan werken we om die nog weer verder te verminderen. Nou, hoe ziet dat materiaal er nou uit? Hè? Een motor kunnen we ons voorstellen. Die haal je uit de auto, hang je weer een auto in. Maar al die restmaterialen, wat is dat dan? Nou, hier zie je een zakje met een soort pulver, stukjes koper, stukjes plastic, zelfs steentjes zitten daarin. Hè, die tegen de bodem van de auto zijn aangekomen. Nou, dat zijn allemaal restmaterialen die na de demontage uit het proces komen. We maken ontzettend veel gebruik van innovatie op het gebied van social media, internetlijnen. Dus bijna iedere transactie die start hier met het contact van de klant via het internet. En dat is dus ja, echt van deze tijd, denken wij. En we houden ook continu de gaten of daar weer nieuwe media of middelen komen om weer gebruik te maken van die klant heel dichtbij brengen. Wij werken hier met hele slimme, hele goede mensen. En het leuke is, een deel van die mensen, zeker een kwart van de mensen die hier werken, die had eigenlijk een wat minder kansrijke positie op de arbeidsmarkt. Door wat voor omstandigheid dan ook. En die vinden hier een nieuwe kans. Daar zijn zij blij mee en daar zijn wij blij mee. Duurzaamheid zit in onze genen, innovatie zit in ons bloed.